Want bedoeld was als compliment naar haar, werd een gigantische belediging naar Femke Louise. Wat voor reacties krijg je er dan op? Ja, veel mensen vinden het een beetje raar of zo. Ja, tuurlijk. Goedemorgen. Yes! Yo! Goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Mensenmening. We zijn de straat erop gegaan en we hebben een gekke vraag gesteld. En een jury die moet gaan gokken welk antwoord te geven is. En we hebben een topvraag voor je. Want als je de kroeg in zou mogen gaan met de politicus om biertjes te drinken, kies je dan voor Mark Rutte, Thierry Baudet of Jesse Klaver. En dit is de jury. Heel Nou, het wordt sowieso een heerlijke aflevering, want ik heb een cadeautje meegenomen voor jullie jongens. Nee. Ja, ik dacht voor Harm en Kees een zak ham en kaas. Hey. We hebben een kleine overraschung. En dat gaat Rizat nu laten zien aan jullie thuis. Zal ik hem even vasthouden? En nou is trouw met dat vingerspitzelgevoel. Nee, harde. Vingerspitzelgevoel! Hoe heet je? Tekken. Wow, die had ik echt niet aangekomen. Ik dacht echt Tekken. Tekken. Heb je dat ook gespeeld vroeger? Ja, net als het vechtspelletje, maar zonder de N. Ja, hier zie je vechtspelletje Tekken. Wat voor werk doe je? Skatecoach, skateboardschool Noord. Een van die weinige guys die van skaten daadwerkelijk zijn werk heeft gemaakt. Dat is wel echt leuk. Leer je dan mensen trucjes of hoe zit dat? Ja. Doe eens trucje. Doe maar even een trucje. Kan je een trucje? Ja. Ik vind dit zo vet. Moet ik je tas even vastpakken? Ja, graag. Ja, oké. Okay. Zo. Jeetje Mina, heb je er een lijk in zitten? Een kinderlijkje. Ja. Oh, wat hoop ik dat die valt. Hartstikke idee. Yes. Ik heb ook skateboardles gehad. Oh, nee. Dit is mooi. Dat ging zo. Als jij nou aan het skaten bent, krijg je dan ook veel aandacht van de dames? Nou, ik ben meestal in een indoor park met allemaal kinderen om me heen. Ik ben meestal in een park met heel veel kleine kinderen om me heen. Dan ga ik gewoon, ja, zwart busje. En ben jij, je weet het, je kent het. Dan wordt het al heel erg pedo op het moment dat je dan aandacht van de dames krijgt. Ja, precies. Dat moeten we niet hebben. En ben jij een beetje politiek bezig? Ik ben niet in Nederland opgegroeid, dus ik weet niet zo heel veel. Ik weet dat ik Wilders wel grappig vind. En Rutte de premier is of was. En voor de rest weet ik het echt niet meer. Maar hij spreekt nog best wel goed Nederlands. Nee, dat wordt automatisch vertaald. Dat is nagesynchroniseerd. Maar waar kom jij vandaan dan? Ja, ik ben in Nederland geboren, maar in Spanje, Barcelona mijn hele leven opgegroeid. Nou, Spaanse woorden kan ik ook hoor. Puta! Als jij een avond mocht zuipen met een politicus, wie zou je dan kiezen? Mark Rutte, Thierry Baudet of Jesse Klaver? Ja, ik denk dus dat hij Thierry Baudet en Jesse Klaver niet kent. Ja, dus Mark Rutte. Ik ga gewoon voor het simpelste antwoord. Ik heb ook geen zin in dat overanalyseren. Het is Mark Rutte. Ik denk dat hij Rutte gaat zeggen, echt waar. Hij kent de rest niet. Of Jesse Klaver kent hij misschien ook wel, als hij de naam hoort. Ga ik toch weer. Fuck it, Mark Rutte. Het is Mark Rutte. Hij wil een biertje met Mark Rutte. Nee! Ja, ik zie jou weer lachen. Jesse Klaver. Ik zeg Jesse Klaver. Fuck it. Ja, ik ken alleen Mark Rutte, dus dan doen we die maar, hè. Godverdomme. Zou je nog wat willen zeggen tegen Mark Rutte? Je bent natuurlijk leien! Mark Rutte, tik eens even wat paar biertjes naar achter. Moet je vaker doen. En zou je nog wat tegen de Spaanse politici willen zeggen? Nee. Ik wil gewoon een puntje. Wat moet een man doen voor een puntje? Hoe heet je? Mijn naam is Maals. Wat heeft hij voor SM, Harriki, om zijn middel? Wat doe je voor school? Opleiding. Ik doe Amfi, een modeopleiding in Amsterdam. Hier zou ik op te wachten. De Amfi boys. Ah, vandaar deze lijpe gadget. Weet je wat helemaal grappig? Als hij vast zo zit aan die tram. Dat hij dan zo meteen op is. Wat voor reacties krijg je er dan op? Ja, veel mensen vinden het een beetje raar of zo. Ja, tuurlijk. Goedemorgen. Maar dat vind ik best wel lachen om dat een beetje een soort van uit te lokken. Wat voor dingen heb je nog meer dan om op te vallen? Ik zoek niet per se naar dingen om heel erg op te vallen of zo. Ik vind het cool, zeker. Ik bedoel, ik draag deze gigantische jas uit de Renaissance ook, dus ik mag niks zeggen. Hey, wat vind jij van de politiek in Nederland? Ik vond de politiek in Nederland een hele moeilijke vraag. Die deur zit vast, kijk. Het is natuurlijk belangrijk om je bezig te houden met politiek. Dicht! Belangrijk om te begrijpen wat... Hey, laat die deur met rust! ...wat er allemaal om je heen gebeurt. Alleen vind ik dat er veel kwesties zijn waar... Assistentie alsjeblieft! Ja, waar mensen... discussies over voeren. Zit de stekker er wel in? Waarbij ik al heel snel denk van, jongens, waar... Dat interview maakt ook helemaal niet meer uit. Ik heb ineens, is er een interview aan de hand dan? Dat als je intelligent... Nee, trekken! ...genoeg bent, dan... Trekken! ...begrijp je gewoon dat nergens op slaat. Je kan toch wel een paar missen in Amsterdam? Het is zo druk daar, gewoon karren, joh. Laat die deuren openstaan, neem een scherpe bocht, hup, gaan. Stel voor, je mag een avond bier drinken met een politicus. Oh, die tram is toch vertrokken. Zou je dat dan doen met Jesse Klaver, met Rutte of Thierry Baudet? Ik denk een Jesse Klavertje.
Ja, daar ben ik ook wel bang voor. Kan je me even updaten waar Jesse Klaver ook weer voor staat? Dinges, natuur en zo, en gras, groene, links. En tegen racisme, denk ik. Thierry Baudet, nee, vindt hij te vrouwenvriendelijk. Mark Rutte vindt hij te saai. Jesse Klaver vindt hij gigantisch woke. Dus ik zeg Jesse Klaver. Jesse Klaver. Sure? Ja. Als het fout is, jongen, dan ga ik echt iets met je hoofd doen. Ik denk dat ik het dan wel met Rutte zou doen, want Rutte is natuurlijk wel nog premier en... Ja, zeg maar wel de belangrijkste man in principe. Nou, lekker door met z'n allen. Kom, we gaan punten scoren nu. De volgende heb ik goed. Hoe heet je? Michelle. Hallo Michelle. Zo, nou inderdaad. Hallo Michelle. Jij vindt haar lekker. Wat doe je in je leven? Ik studeer humanistiek. Heel knap. Vind je het? Heel knap dat ze studeert, ja. Nee, dat meisje. Wat kan je ermee uiteindelijk? Uiteindelijk, als je de master doet, dan word je geestelijk verzorger, maar dat wil ik niet. Een heel kleine vraagje dan. Waarom doe je het dan in godsnaam? Klinkt een beetje gek, geestelijk verzorger. Geestelijk verzorger? Ja, heb jij ook wel nodig. Maar je wil het niet. Wat wil je dan wel? Ik zou wel mensenrechtenactivisten willen worden of zoiets. Ze is van Jesse Klaffera. Hopelijk kan ik wat voor ze betekenen op een of andere manier door actie te voeren. Zou je wat tegen die mensen willen zeggen? Ik kom jullie helpen. Geen idee. Deze chick heeft geen idee. Die wordt gewoon wakker. Die denkt, we kijken wel even. Joh. Ik weet het niet. Ik studeer iets wat ik niet wil worden. Ik wil iets doen met actie voeren voor iemand. Ja, ik ga maar gewoon naar buiten. Je bent blond en vrolijk en dat soort dingen. Krijg jij vaak een beetje het vooroordeel dat mensen je denken dat je een dom blondje bent? Ik heb wel heel vaak dat mensen zeggen tegen me als ze me net hebben ontmoet van... je bent echt slim. Ik zit te genieten. Van haar? Nee, nee, van haar leuk, hè? Van dit interview. Spillap. Als je heel slim bent, heb ik even een proefvraagje voor je. Daar gaan we. Wat is de grootste provincie van Nederland? Ik denk dat zij zegt Amsterdam. Ik zeg Overijssel. Weet ik veel. Je weet het, ja. Wat is het dan? Noord-Brabant. Overijssel of zo, weet ik veel. Nee, dat is fout. Wat is het dan? Gelderland. Dat zei ik, Noord-Brabant. Dat zei jij niet. Stupid! Wat is dit ineens voor klokhuis geworden? Weet ik veel. Ik moet zeggen, ik zat ook gewoon gaten in de schooltafels te maken tijdens de les. Als jij in de kroeg staat, word jij dan vaak aangesproken door mannen of vrouwen? Nou, dat weet ik wel hoor. Ja. Ja, op zich wel, denk ik. En wat vind je daarvan? Zolang het zeg maar gewoon gezellig en vriendschappelijk is en zo, maar niet... Rapen. Als ze je helemaal koosnaampjes gaan roepen of zo. Hey, Sam, ga uit die beeld, toi. Donder op aan die beeldje. Wat een superbaas. Wat een gangster. Kan dat nog een keer? Wacht even, show die pot, hè, kassa. Roepen of zo. Ik vind het zo stoer. De jeugd van tegenwoordig heeft zo'n scheid aan alles gewoon. Dat is echt mooi. Als jij met een politicus een avondje zou mogen drinken, wie zou je dan kiezen? Mark Rutte, Thierry Baudet of Jesse Klaver? Ik denk Jesse Klaver. Gewoon een lieve vent. Ik bedoel, deze meid houdt gewoon van lieve jongens met half lang haar. Die vaak met een microfoon te vinden zijn. Hoop ik. Thierry Baudet. Nee, joh. Ze wil activisten voor het milieu. Nou, en ze vindt hem toch lekker? Weet je dat? Ja, dat denk ik. Ik denk Jesse Klaver. Zeggen we Jesse Klaver of niet? Ja, zeg Jesse Klaver. Want dan doen we even de Dave-manier. Oh. Ja, Klaver. Ja, voor een avondje drinken dan doe ik wel Jesse Klaver, gewoon voor gezellig. Had je weer fout? Wie moet blij zijn dat je bij mijn team zit? Hoe heet je? Kate. Kijk eens, lekker urban outfit. Wat voor opleiding doe je? Allroundgrimeur. Dat lijkt me echt zo leuk. Ja, dat is vet. Jij weet niet wat dat is. Ja, zoals bij jou een keer moeten doen met die roodkop van je. Wie zou je ooit nog eens keer helemaal tot een monster willen sminken? Thierry Baudet. Nee, dat is al een monster. Ik denk iets van Lady Gaga of zo. Dat is wel weer makkelijk. Die doet dat toch zelf al. Doe dan iets geks. Zeg dan Gandhi of zo. Ze heeft wat weg van Femke Louise. Ik wilde het net zeggen. Ben jij familie van Femke Louise? Oh mijn god, wacht. Weet je hoe vaak ik dit hoor? Femke Louise kijkt wel iets anders uit de ogen hoor. Deze chick is nog wel aardig levende. Nou, dat zegt ook genoeg over Femke Louise. Want bedoeld was als compliment naar haar, werd een gigantische belediging naar Femke Louise. Weet je hoe vaak ik het hoor dat mensen op straat Femke Louise naar me roepen? Maar ik lijk helemaal niet op haar. Ja, ik zeg eerlijk, ze lijkt er wel op, man. Jawel. Nee, vind ik ook niet. Ja, sorry. Daar ben ik het ook inderdaad niet mee eens. Ik heb heel veel respect voor haar hoor, daar niet van. Ze doet het echt goed. Vroom! Auw. Doe jij eens? In Dutch? Vroom. Ja. Stel je voor, je mag een avondje bier drinken met een politicus. Zou je dat dan willen doen met Thierry Baudet? Met Mark Rutte? Of toch met Jesse Klaver? Je hebt dus een oogpoep. Oh. Heb je.
Normaal, joh, mijn rol. Toch pijn, man. Ja, maar dit doet mij ook pijn van binnen. Dan hoor je in het media natuurlijk nu het meest over Thierry Baudet. Dus dat gaat toch in je hoofd zitten. Dus dan denk ik dat ze Thierry Baudet zegt. Politiek interesseert haar niet. Nou, dat denk ik ook, ja. Dat zij zo vaak de naam Thierry Baudet hoort, dat ze Thierry Baudet zegt. Indoctrinatie. We gaan het weer doen. Maar zij vindt vrouwenrechten en zo vindt ze. En Baudet heeft af en toe wel die uitspraken. Ja, die heeft wel van ja, die Mark Rutte. Vrouwenvriendelijke uitspraken. Het gaat gewoon met Thierry Baudet bier drinken. Dat is gewoon nee, rebels. Want Thierry Baudet is een vrouwenhater. Als je daar als vrouw zijn bier mee gaat drinken. Maar dat weet ze toch niet? Ze weet toch helemaal niet van politiek? Opa, kijk dit ook. Hè? Dat kan ja? Echt niet. Ja. Gerard! Hey, is goed. Wat? Doe jij even normaal? Oh. Nou, ja. Gerard, Mark Rutte bedoel ik. Rutte. Met Thierry Baudet. En dan zou ik hem helemaal gewoon helemaal vol stampen met drank. En dan leuk. En dan gewoon hem achterlaten ergens in een steegje en dan zoek het maar uit. Ik wist dus dat ze dit ging zeggen. Want ze vindt hem wel knap. Maar waarom zei je dan niet dat ze voor hem zou gaan? Ja, weet ik veel pik. Ik kan mij het schelen. Hij gelijk wel voor mij heel goed. Dus praktisch winnen. Voor mij is dat praktisch winnen. Ik ben tevreden. Dat was de mensenmening. Hieronder zit een like-button. Druk er even op. Ook een abonneerknop als je niet geabonneerd bent. Doe dat ook even. En een vakje waar je kan reageren. Nou, doe dat dan ook direct even. Dan kan je bijvoorbeeld zetten met wie jij dan bier wil drinken. En met Dave of Richard de Senna. Mag ook. Spreken wij volgende week weer. Hoi hoi. Later. Slam. Oh ja, we nemen weer op in Groningen, jongens.